Goedemiddag. Het is 6 juli 2021 en we gaan het webinar hebben de komende 2 uur over ontwikkelingen rond het programma Prognoses in de afvalwaterketen. We hebben een mooi vol programma voor de boeg. Mijn naam is Maarten Klaassen en ik mag jullie vanmiddag door het programma heen loodsen. En het programma Prognoses in de afvalwaterketen is inmiddels flink op stoom. Vorig jaar gestart vanuit een community of practice. En ik ben heel trots dat vandaag ook heel veel mensen uit die community of practice een steentje bijdragen in de presentaties, maar ook in het werk wat daarvoor verzet is. Dus dat is super om te zien. Vandaag gaan we het hebben over 2 projecten in het bijzonder. Wim die neemt ons zo dadelijk mee. Wim de Blecour van Waterschap Drents Overijsselse Delta in hoe doen we dat nou eigenlijk. Daar is een uitgebreide enquête voor gevoerd. Daarna gaan we het hebben over de doelen van prognoses waar Wijnand Turkensteen van Waterschap A en Maas ons meeneemt. Wellicht dat we tussendoor ook nog even pauze kunnen houden. Hè, dat kunt u zelf ook aangeven. Maar dat ligt wel in de planning of de prognose. Net hoe je het wil zeggen vandaag. Daarna, het laatste half uur, gaan we het hebben over het fundament. En die zullen jullie al terug horen komen van waar bouwen we nou eigenlijk de prognoses aan op. En dat is eigenlijk kort geleden in ontwikkeling gekomen. Roel van Genen vanuit Waterschapshuis, coördinator van Spoor 5 van dit programma, neemt jullie daarin mee. En daarna is het ook nog even het woord aan Roos de Jager, onze nieuwe community manager. En Kees Broks, die ons meeneemt in een aantal andere ontwikkelingen. Anneke Spijker en Bert Palsma sluiten het programma af. Dus dat eventjes vooraf. Ik vind het super om te zien dat we nu al bijna 60 mensen in dit webinar bij elkaar hebben. Wat verwachten jullie nou van vandaag? Daar zijn verschillende perspectieven op, dus dat gaan we zo dadelijk eens meten. Maar ik wilde eerst eens kijken of vragen aan de aanwezige sprekers die er zijn. Hè? Wim en Wijnand en Roel, die gaan dadelijk aan het woord komen. Meerdere leden van de kerngroep en het regieteam zijn er. Jullie horen daar zo wat meer over. Bij het aanmelden heb je ook kunnen doorklikken naar de informatie die op stoa.nl/afvalwaterprognose staat. Daar kun je meer lezen over het programma en hoe we dat hebben opgebouwd in een aantal sporen. Vandaag krijgen jullie een aantal updates en verhalen over die projecten. Naast het delen van die informatie, Wim, Wijnand en Roel, ben ik benieuwd van wat hopen jullie op te halen. Hè? Dat is ook een soort appel aan de deelnemers die we hier vandaag aanwezig hebben. Ben je ergens naar op zoek? En misschien begin ik bij Wim. Waar hoop je op vandaag? Als jij je verhaal hebt gehouden of misschien na afloop nog. Ben je ergens naar op zoek? Dan kunnen de mensen daar alvast naar gaan zoeken. Ik zou het mooi vinden als ik aangeef wat er allemaal verteld is en in de enquête dat er een stukje herkenning is. Hè, van, oh ja, dat vinden wij ook zo. We hebben ook eindigen met met aanbevelingen. En ik hoop dat, dat mensen daar enthousiast op zullen reageren. En vragen om daar nog een vervolg aan te geven. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, van, nou, dat wil ik dan wel vervolg gaan geven. Dat er mensen op gaan staan en die dan dat soort onderwerpen mooi vinden. Mooi. De oh nee vraag, is dat ook mogelijk? Als ze zeggen, nou dat herken ik niet en ik heb daar wel wat op te vinden. Dus zeker, dat is heel goed. Leuk. Dus herkenning van de resultaten, maar ook misschien wel nieuwe mensen die op een onderwerp willen oppakken. Wijnand, jij gaat het hebben over doelen van prognoses dadelijk. Nadat Wim informatie heeft gedeeld. Waar ben jij ook naar op zoek? Het lijkt op hetgeen wat Wim net aangaf. Hè. Dus ik ga het inderdaad hebben over de doelen van afvalwaterprognoses. Daar heeft een werkgroep zich over gebogen. Daar hebben we nu een soort van eerste resultaten. En die leggen we gewoon heel graag terug aan deze community of practice. Hè. Zoals de club heet die hier vandaag bij elkaar is. Schieten. Ik zou zeggen, stel vragen. Applaudisseren als je het goed vindt, maar geef ook gewoon kritiek daar waar nodig.
Want ja, doelen van afvalwaterprognoses. De hele community heet afvalwaterprognoses. De doelen gaat over de urgentie van ja, waar doe je het nou voor? Ja, dat moeten we toch uiteindelijk wel gewoon scherp hebben. Weet je, wij doen een aanzet en we zijn op zoek naar die feedback. Dus kom maar door. Top. Top. We gaan het zo meer over horen. Roel, jij mag een heel, vind ik wel, wezenlijk, maar ook wel heel moeilijk onderwerp aansnijden. Jij gaat het hebben over het fundament, de bodemplaat. Zijn we er al uit? Krijgen we dadelijk een kristalhelder verhaal? Of is er nog wel, ben je nog wel op zoek? We zijn onderweg. Inderdaad, aan mij de uitdagende taak om iets te laten zien over de manier waarop we bezig zijn om samenhang in het programma aan te brengen. Dat is een zoektocht die we de afgelopen twee, drie maanden zijn aangevangen. Ik vind uiteraard zelf dat de platen die we nu aan het maken zijn, dat die inzicht opleveren, zeg maar, dat die de discussie ook richting geven. Dat die het regieteam ook gaan helpen om het programma verder vorm te geven. Maar ik erken ook dat inderdaad nog een zoektocht is. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Ik hoop uiteraard op herkenning en positieve reacties en misschien zelfs wel, hey, hier wil ik aan bijdragen. Oké, heel goed, heel goed. We gaan het merken. Kees heeft voor ons, Kees Broks, die horen jullie dadelijk naar Roel ook nog, heeft voor ons een Mentimeter klaargezet. Want dit is natuurlijk een vraag die ook voor jullie geldt als deelnemers. We zitten al bijna op de 70, dus dat is super. Wat verwachten jullie vandaag of wat verwacht jij vandaag? Waar hoop je op? Waarom heb je aangemeld? Wat wil je eruit halen? Wat wil je inbrengen? Gebruik of ga met je device. Jullie kennen deze thematiek tegen me, of dit systeem waarschijnlijk. En anders ga naar menti.com op je telefoon, tablet of een ander device. Of switch even qua beeld. En voer de code 73159306 in. En dan kun je dat makkelijk invoeren. Kees heeft de code en het wachtwoord of de website ook eventjes in de chat gezet. En die chat is ook jullie middel om direct je feedback te geven vandaag. Dus de hele sessie door gebruik die chat en antwoord op elkaar, reageer op elkaar. Reageer op de sprekers of de vragen die langskomen. Deze Menti kunnen jullie gaan invullen wat verwacht je van vandaag. En er ontstaat een woordenwolk. Tussendoor ga ik Bert nog even een vraag stellen. Want Bert die heeft vorige week een aftrap gehad. Zijn organisatie STOA die heeft een feestje, 50 jaar STOA. En daar heeft hij onze Rien, zeg maar, onze Rien van de afvalwaterprognoses, voorzitter van het regieteam, heeft hij in de studio gelokt en mocht daar een mooie rol vervullen. Bert, waarom passen de afvalwaterprognoses nou zo mooi op de aftrap van 50 jaar STOA? Binnen die aftrap was afvalwater had een hele centrale plek gekregen. Omdat het eigenlijk een bruggetje vormt tussen oud en nieuw, vooruitkijken. Grote successen in het verleden met Nereda. Maar als je nog verder terugkijkt ook met de NMP-verwijdering. En die afvalwater, dat afvalwaterdossier is een enorm continuum in het werk van de STOA. De naam is er zelfs van afgeleid. Want we zijn begonnen als STORA. En dat was Reiniging Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater. En pas later zijn daar de waterbeschermingsmensen bijgekomen. Dan de SAMBAD. En toen is het STOA geworden. Rien is daar voor ons. Zat daar aan tafel omdat hij een prachtige spil vormde tussen de technologische invalshoek daarbij achter het hek, achter het rooster. En zoals er net al in mijn voorgesprekje met Henk Nijhoff, ik hoop, verwacht, wil dat rooster open gaat, dat het hek open gaat, zodat er meer communicatie ontstaat tussen de zuiveringstechnologen en de rioleurs aan de ene kant en de zuiveringstechnologen en de hydrologen, ecologen, oppervlaktewaterkwaliteitsmensen aan de andere kant. Want er is zoveel te winnen
en zoveel noodzakelijk om samen op te pakken. En Rien vormt daar een uitstekende spil in. Die is bezig met discrepanties, rioolvreemd water, afvalwaterprognoses. Hij is voorzitter van het regieteam. En vandaar dat hij daar aan tafel zat om afvalwater... Dus dat is een soort van de hoogste status, jongens. Als jullie in zoveel groepjes actief zijn en bijdragen aan kennisontwikkeling, ja, en het oplossen van problemen, dan word je studiogast. Wie weet kunnen we daar aan het eind nog even bij stilstaan, Bert. Dank voor deze aftrap. Ja. En ook mooi dat we als prognoseprogramma zo steeds zichtbaarder worden en het werk van de prognose, het prognose maken en waar we vandaag ook op ingaan. Want jullie verwachten vandaag samenhang, informatie, kennis, een stand van zaken, ervaringen, inzicht, overzicht ook. Maar ook gewoon inzicht in de resultaten. Wat zijn nou de problemen? Hoe gaan we hiermee verder? Dank jullie wel voor nu. Kees, je mag hem stoppen. Volgens mij kunnen jullie doorgaan met invullen. Want wij gaan starten met het programma. Tussendoor, als je echt vragen hebt, stel ze in de chat. Kun je niet wachten, steek je handje even omhoog. Vanwege de orde zal ik jullie dan het woord geven, zodat de spreker ook, in dit geval gaat Wim dadelijk starten, spreker daar even op in kan spelen. En natuurlijk, op elkaar reageren is helemaal goed, maar gebruik het handje even wat je in, in je scherm ziet. Dan zie ik wie er graag wil spreken of wil reageren. De chat is open, dus ga je gang. We gaan starten met onze eerste grotere project wat in het programma Prognoses is opgenomen. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Wat zijn nou de werkwijzes? Wim die gaat ons namens de projectgroep daarin meenemen. Eerder dit jaar hebben de waterschappen een enquête ontvangen. En eigenlijk is er ruim en breed uitgevraagd van hoe doen we dat nou? En dat is allemaal samengebracht. Een behoorlijke puzzel volgens mij. Wim, wil jij ons meenemen? Eerst de microfoon even aanzetten. En dan proberen te delen. Zo. Hij is er helemaal, Wim. Ja, mooi zo. Dan ga ik van start. Ja, de werkgroep van hoe doen we dat nou eigenlijk? Ja, dit plaatje kent iedereen denk ik wel, bekend. En ik wou even aangeven waar wij dan zitten, bij processen en methodes. En als ik praat over wij, dan praat ik over Simone, Loes, Mark en ik. We hebben met z'n vieren hebben dit opgestart en met dit resultaat die ik nu straks mag presenteren. Of nu mag presenteren. De enquête hebben we naar 21 waterschappen toegestuurd, naar alle waterschappen. En hebben een respons gekregen van 17 waterschappen. Nou, dat vonden wij best wel een heel mooie respons. Dus we kunnen ook wel zeggen dat we daar de mening van de waterschappen kunnen verkondigen. We hebben de enquête opgedeeld in 4 thema's. Te weten de doelen van prognoses. Beleid en communicatie, model en inventarisatiedata en rapportage. En in totaal gaf dat een 101 vragen, dat is een hele rij. Dus iedereen is er behoorlijk mee bezig geweest, het heeft even geduurd. Maar nou ja, we zijn in ieder geval blij met iedereen respons, dus daar onze dank daarvoor. En we delen dat om het resultaat... het gebruiken voor verschillende werkgroepen die daar dan weer mee verder kunnen. Dat was het doel eigenlijk van onze enquête. En je kunt zien dat in het hieronder kun je ook zien dat niet alleen de rioleurs, maar een groot aantal mensen, zuiveringstechnologen en beleidsmedewerkers, die hebben daar aan meegewerkt aan de enquête. Het eerste thema die we hadden was doelen van prognoses. Er kwamen erachter dat er zijn grote verschillen kunnen onderverdeeld worden in de huidige situatie, korte termijn en lange termijn.
huidige situatie en korte termijn, die waren vaak wel gelijk. En de korte termijn is 5 jaar, maar de lange termijn die komt dus volledig uiteenlopen. Er zijn een groot aantal waterschappen geven aan dat ze toch wat meer de doelen willen gebruiken, de prognoses willen gebruiken voor innovatieve ontwikkelingen. Zoals RTC en zelfbeheerende systemen. De helft geeft aan dat de prognoses die willen beschikbaar zijn. Willen ze beschikbaar stellen voor BFP, hè, voor aan de gemeente. En eigenlijk de andere helft doet het al. Dus wat dat betreft dan, wat de prognoses die wordt gebruikt als, ook als communicatiemiddel richting de gemeente. En een grote wens van de waterschappen is om inzicht te krijgen in de logischpatroongedrag en in het beeld krijgen van de potenties van bedrijfsafvalwater. Vooral bedrijfsafvalwater was een belangrijk item. Nou, de conclusie is grote verschillen in termijnen, beter inzicht in de bedrijfsmatige lozingen en kennisuitwisseling dat is voor innovatieve ontwikkelingen. Het volgende thema die wij behandeld hebben was beleid en communicatie. Het beleid dat wordt opgesteld is met 6 gemeentes is dat gecommuniceerd. Er waren met 9 gemeentes zonder gemeentes is dat opgesteld en 2 die weten dat niet. Dus conclusie was toch wel dat een groot aantal gemeenten hebben is nog niet echt op de hoogte of is niet gekend in het opstellen van het beleid. Ja, dus 6 waterschappen doen het samen met gemeentes en 9 zelfs ronder. Juist, ja. Voor welke aspecten van de prognose zijn er beleidsuitgangspunten opgesteld? Dan zie je dat toch DWA en de POC is, hè, of daar afkoppelen. Daar is wel beleid op gemaakt. En het meten, dat is nog weinig. Zelfs nog 1 waterschap gaf aan, geen beleidsuitgangspunt opgesteld. Dat was ook wel opmerkelijk. En communicatie, het is toch wel goed om te goed te communiceren. Want foutjes zijn blijkbaar gauw gemaakt, al zijn ze niet waarschijnlijk, maar toch. Zijn de beleidsuitgangspunten vastgesteld voor de berekeningswijze? Dan blijkt dus toch dat de beleidsuitgangspunten niet vastgesteld of zijn toch wel behoorlijk oud. Dat geeft dan ook weer direct weer kansen. Op welke wijze wordt de gemeente op de hoogte gesteld? Zie je toch dat het jaarlijks worden gemeentes op de hoogte gesteld voor een derde. Een paar worden niet en een groot aantal anderen. En dan moet je denken aan het moment van als er een OAS opgesteld wordt of dat er wijzigingen zijn op de zuivering die dan dat soort momenten. Dus dat is dan niet periodiek, maar dat is dan aan de hand van een bepaald moment. En hoeveel mensen binnen de organisatie zijn vertrouwd met die werkwijze? Je kunt aan de ene kant zeggen van het is toch aardig geborgen. Hè? Er zijn 3 personen, de helft heeft voor er zitten wel 3 personen of meer. Maar je kunt ook zeggen van de andere helft dus niet. Ik denk dat je het zo kunt uitleggen, de ene helft heeft het wel aardig goed geborgen en de andere heeft het, de helft heeft het niet zo goed geborgen als het gaat om de werkwijze van het afvalwaterprognose. Conclusie is eigenlijk, het beleid is bij velen is verouderd. Het belang van samenwerken en een goede communicatie naar de gemeente, dat besef is het denk ik wel.
En nou ja, ik heb hier staan, de kennis is redelijk geborgen, maar ja, dat is interne afstemming, dat komt hier niet naar voren, maar dat kwam wel in de enquête naar voren. Die interne afstemming, dat wil nog wel eens haperen en dat is wel een verbeterd punt. Het volgende thema, dat was model en inventarisatie data. Welke bronnen die worden gebruikt voor het bepalen van de DWA? Nou, dan zie je dat er een groot aantal is. Je ziet in het rijtje hier BRP staan. Je ziet ook in het rijtje gemeente staan. Nou, de gemeente is meestal degene die dan het BRP opstelt. Dus eigenlijk kun je dat min of meer als hetzelfde beschouwen. Maar dan nog is het toch dat er heel veel bronnen worden gebruikt voor het bepalen van het DWA. En voor het RWA, de RWA-situatie, hoeveel water gaat er naar de zuivering toe? En ook hoeveel vervuiling gaat er naar de zuivering toe? En als het gaat om STOA, dan wordt het wordt bedoeld van de kengetallen die dan RioNet en STOA hebben uitgebracht. Bent u tevreden over het model? Er zijn mensen die zijn tevreden over het model, maar je ziet ook dat er deels tevreden zijn en ook niet. Dus dat is toch wel behoorlijk verdeeld over de tevredenheid. We hebben ook een aantal uitspraken die, want er werd ook vaak gevraagd van nou nog een aanvulling te geven op wat ze aangaven. En een aantal uitspraken was dat ze graag de vrijheidsgraad in een model voor specifieke wensen graag openhouden. Niet goed inzichtelijk hoe de resultaten berekend zijn, dus dat het gauw wel een black box wordt. Excel is toch iets wat veel gebruikt wordt, omdat het namelijk makkelijk te communiceren is met de gemeente. Je kunt makkelijk uitwisselen en je kunt het ook makkelijk aanpassen. Gebruikt u het model als een bestaand softpakket? Welke softpakket? Pakket gebruikt u dan? Ja, dat zie je dat toch nog niet één grote gemene deler is, maar dat het toch sterk verdeeld is. Onze conclusie voor thema 3 was dat een gezamenlijk nieuw model of een bestaand model verbeteren, dat is toch, dat zien we als een kans. Ook omdat men dat nog niet overal tevreden is. Veelal wordt er wel hetzelfde brondata gebruikt, maar het blijkt dus dat die toch dat die behoorlijk verouderd is. Ondanks dat het, ze denken dat het wel voldoende betrouwbaar is, is het die brondata sterk verouderd. En er wordt veel soorten bronddata's worden gebruikt. En daardoor ligt hier een kans om een goede brondata te krijgen, is aanwezig. Om daar wat betere afspraken over te maken. Als het gaat om thema 4, de rapportage, ja, de interne afstemming. Ik zal even uitleggen hoe dat nou precies zit. We hebben gevraagd welke afdelingen betrokken zijn en hoe vaak. En dan is het donker is nooit. En dan is er, stond er daarna is het jaarlijks één keer per jaar of op aanvraag. Nou, dan zie je dat het toch behoorlijk verschillend is. Zuiveren en beheer en bedrijfsvoering wordt toch wel jaarlijks, maar andere afdelingen, er is dan niet altijd een veel afstemming. Ik wil niet zeggen dat het ook nodig is, dat niet. Maar. Als het gaat om externe afstemming,
Kun je zien dat de drinkwaterbedrijven zijn eigenlijk nog niet zo, zijn niet zo betrokken. En ja, beleid is in, ook nog niet regelmatig, pas op aanvraag. En collega-waterschappen, ja, daar hebben we ook nog niet echt veel contact mee. Dat zal misschien ook een verbeterpunt kunnen zijn. En de gemeente hebben we dus, in mijn ogen zal dat toch wel wat meer, wat frequenter kunnen. Maar dat is mijn mening. Ja, uitspraken die op in de, gemaakt werden in de enquête was vergelijking theorie en praktijk mogen we wel meer inbedden. Rapportages kunnen wel wat meer structureel worden opgesteld en ook gedeeld. Intern en extern. Resultaten opslaan in DAMO op GBS om vergelijking met andere waterschappen te kunnen maken en te verbeteren. Dus dat is, ja, we kunnen toch de aansluiting die we moeten hebben bij DAMO en GWSW. Nou, ik denk dat dat besef wel aanwezig is. Interne dashboard is ook behoefte aan. En toch actiever delen met gemeenten. Ja, die kant die willen we toch wel op. De conclusie die wij gesteld hebben is dat er is een wens om met de prognose een geografische koppeling te maken. Want ja, Excel heeft geen geografische koppeling. Dus dat er toch dat gebrek ervaart men toch. Prognoses toch wat meer combineren met metingen en daardoor je winst daaruit halen. En gezamenlijke database oprichten of bestaande beter gebruiken. En gezamenlijk database, of dat dan alle waterschappen zijn, of het in de vorm van DAMO, GWS is, of dat het in samenwerkingsverband is, dat moet dan nog even uit worden gezocht. Wim, voordat jij verder gaat, misschien eventjes een vraag tussendoor. Mirjam, die heeft haar hand opgestoken. Oké. Ja. En misschien dan is het leuk als je een vraag hebt dat je even heel kort introduceert. Dan leren we elkaar ook nog een beetje kennen. Mirjam Geert, beleidsadviseur samenwerking waterketen bij Hollandse Delta. Ik heb een vraag over thema 3. Dan moet ik het even goed zeggen. Volgens mij was de conclusie bij thema 3 dat er deze jaar dat er heel veel verschillende modellen en softwarepakketten worden gebruikt. Met als conclusie een gezamenlijk nieuw model of een bestaand model verbeteren. Dat vind ik op zich een hele spannende, want je zou ook de conclusie kunnen trekken van er is in de weerwar van alles wat er beschikbaar is, is er niet echt een voorkeur nu. Iedereen gebruikt iets anders. Dus ik zou bijna de conclusie trekken van volgens mij het toegroeien naar één model lijkt me nogal een uitdaging als je ziet hoe dat beeld zich nu schetst. En ik weet natuurlijk dat we druk bezig zijn rondom de DAMO en dergelijke. Dus ik vroeg me af in hoeverre dat we ons met elkaar ook herkennen in die conclusie. Dat vind ik zelf wel een hele spannende inderdaad, of dat dit ook iets is wat utopisch is, wat we misschien wel wenselijk vinden, maar wat in de praktijk best wel lastig is. Maar dat ligt ook aan hoe ver de spreiding inderdaad op de rest van alle onderwerpen is. Ja, ik kan er helemaal met je meegaan hoor. Wij hebben natuurlijk, het zou heel mooi zijn als we allemaal met hetzelfde model kunnen werken en dat iedereen daar geweldig tevreden over is. Maar dat is toch best wel een, net wat jij zegt, een hele grote uitdaging. Maar misschien moet het 2 worden, misschien ook 3. Ik weet het niet, maar dat we in ieder geval iets meer gezamenlijks gaan op.
dit prognoseprogramma heeft toch ook tot doel om daar nog een flinke stap in te maken. We komen daar dadelijk ook nog verder op terug. Ik zie nog een hand van Henk. Ik ben Henk Nijhoff, beleidsadviseur bij WDO Delta. Ja, eigenlijk aanvullend op Mirjam, ik had toen Wim dit verhaal vertelde eigenlijk een beetje dezelfde. Van, het gaat over een model, maar ik kreeg zelf de indruk dat het meeste te winnen is bij de data. Dat we nog heel veel data missen of slechte data hebben. Dus moeten we niet eerder onze aandacht richten op het krijgen van goede data en daar goed mee omgaan dan zoeken naar een gezamenlijk model. Dat was een beetje mijn gedachtegang en dat sluit denk ik aan bij wat Mirjam zei. Ja, nou wat we ook achterkwamen is dat het toch behoorlijk verschillend is van manier van berekenen. En dus met één model dat je dan daar ook wat meer uniform wordt berekend. Niet dat moet, maar dat je dan toch wel wat meer gezamenlijke afspraken daarin maakt. En dat je daar wat uniform wordt. Dus ja, dat is ook hartstikke belangrijk dat die data, dat goed binnenkomt. Maar ik denk dat het verhaal van Roel dadelijk over het fundament daar hier ook nog wel even op ingaat, Henk. Dan, want die data die heeft wel degelijk veel aandacht ook in het programma. Mm-hmm. Misschien Wim, dat je weer door kan naar de slides waar je gebleven was. Dank voor deze vragen tussendoor. Blijf dat stellen. Ja, we hebben nog een vraag van welke verbeteringen wens je nog? Daar hebben we een top 5 van gemaakt. Dat is eenvoudige ontsluiting van benodigde data per zuiveringskring of bemalingsgebied. Een betere benutting van de brondata die we nu eigenlijk al hebben en GWSW. De bedrijfslozingen, dat is toch een item die elke keer wel toch naar voren komt. Dat moeten we toch wel beter in de vingers krijgen. Dan willen we daar een goede prognose van kunnen maken. Samenwerking met de drinkwaterbedrijven zien we ook als een grote kans. De nieuwbouwplannen erin en de uitbreidingen, dat we daar dan vooral hoe dat de toekomstige situatie, hoe dat moeten prognostiseren, dat is ook nog een verbeterpunt. Ja, we hebben zelfs aangedurfd om met wat aanbevelingen te komen. Als het gaat om doelstellingen, zeggen we van ga uit van gedeelde doelstellingen. En probeer daar ook nieuwe doelstellingen, dat die doelstellingen ook wat actueler zijn. Probeer dat verder op te pakken. Dus dat is voor Wijnand een mooie uitdaging. Als het gaat om beleid. Een eenduidige beleidsstuk voor over verplichtingen. Stel die gezamenlijk op met de gemeente. Maak dat een duidelijk stuk. En timmer dat niet allemaal helemaal vast in beton, maar zorg ervoor dat er ook nog wat flexibiliteit in zit. In het beleid, zodat iedereen zijn eigen ei daarin kwijt kan en kan inspelen op bepaalde situaties. Als het gaat om model en werkwijze, iedereen heeft zijn wensen toch wel. Zorg ervoor dat je die wensenlijst binnenkrijgt. En zorg ervoor dat je daar dan een flexibel model krijgt die makkelijk uitwisselbaar is met de gemeente. Of die uitwisselbaar mee te communiceren is met de gemeente. Maar probeer toch die kant op te gaan van standaardiseren, uniformeren, hoe het noemen moeten. Maar het is geen verplichting dat het één model wordt, zeer zeker niet. De communicatie met ketenpartners, model dat een uitwisselbaar model is. En dat die uitwisselbaar is en dus goed voor communicatie met de ketenpartners, maar ook voor collega's die dan het willen gebruiken voor verdere analyse.
En dan de brondata. Hoe gaan we verantwoord om met effectief brondata? Ja. Dat moeten we denk ik goed uitzoeken. En inzetten op eenduidig delen van data met ketenpartners. Ja, de data, je merkt toch dat steeds belangrijker wordt. Die data opstellen en dat het makkelijk uitwisselbaar is met met de ketenpartners. Dus dat is best wel een ding waar we het zo gauw mogelijk moeten oppakken. In mijn ogen. Dus ja, wanneer zijn we goed bezig? Ik denk dat dat iets is wat iets is waar we constant elkaar moeten afvragen. Dus we moeten constant in contact zijn met elkaar om een goed gedragen stappen, moet ik eigenlijk zeggen, goed gedragen stappen, vervolgstappen te kunnen maken in de afvalwaterprognoses. Helemaal goed, dankjewel Wim voor deze introductie in het verhaal. Wat blijkt is dat we het nogal verschillend doen. Dat is duidelijk geworden. Mm-hmm. Dat er ruimte is voor verbetering en dat er ook wel aanzetten zijn om dat te doen. Hè. Er is wel wil om te verbeteren, maar hoe we dat nog moeten duiden. Jij gaf al aan, we willen dat graag koppelen en we hebben deze enquête ook gedaan om doorwerking te krijgen in de verschillende projecten, eigenlijk voeding. Dus hoe doen we dat nou eigenlijk, is ook voeding voor andere projecten. Misschien voor de deelnemers, er is een rapportage beschikbaar en een algemene rapportage en die wordt na dit webinar gedeeld. Hè? Ja. Ja. Dus dat is in ieder geval eentje om het nog eens rustig door te lezen. In de vier hoofdstukken die Wim net heeft gepresenteerd, de doelen, het beleid, het model en de rapportage, zijn allerlei inzichten, vragen gesteld en inzichten opgetekend. Per waterschap en degene die dat heeft ingevuld per waterschap, die hebben ook hun eigen terugkoppeling gekregen volgens mij, zodat ze kunnen zien hoe verhoud ik me met mijn waterschap nou tot het algemene beeld. Dat delen we niet breed vanwege allerlei AVG-regels en dat is ook landelijk in die zin niet nodig. Maar ook een mooie aanleiding om even bij je collega te raden te gaan die dat dan in heeft gevuld. En als je die persoon niet kent of weet, dan weten wij die voor je op te sporen, want dat kent de projectgroep. En dan is dat contact ook weer gelegd. Hoe gaat nou dat proces verder bij het benutten van deze kennis, Wim? En ook voor de deelnemers hier, ruimte voor vragen, opmerkingen en suggesties, zoals Wim al in zijn laatste slide liet zien. Hoe gaat het stokje overdragen van deze inzichten naar data of naar zuiveringskringen of naar het beheer? Of juist dat gesprek over welk model of welke tool hebben we dan nodig? Welke vervolgstappen zien jullie daarvoor, Wim? We gaan, ik geloof dat we hebben al een datum geprikt. Ik weet al niet meer zo wanneer. Het was volgens mij is eind augustus of september. Gaan we als werkgroep komen nog even bij elkaar. En samen met Kees. En daar gaan we dus de vervolgstappen. Hè, wat wij zien als aanbevelingen. Welke vervolgstappen logischwijs zouden zijn. Die stellen we op. En daar komen we dan mee terug. En daarmee dus aangeven van welke projecten, welke werkgroepen samengesteld kunnen worden, of welke projecten je onderwerpen zou kunnen oppakken. Ja. En het zou mooi zijn als er nu al mensen zijn die zeggen van, oh, maar ik heb wel een onderwerp waar ik, hebben ze opgedeeld in deze vier thema's. Dat is een thema waar ik wel mijn bijdrage wel in zou kunnen leveren, dan zou dat mooi zijn. Ja, tijdens de opening zei je, ik ben ook wel benieuwd naar de herkenning, hè? De oh ja op de oh nee ervaring. Mirjam en Henk die riepen net al het een en ander over, hè, herkennen we dat nou, dat accent of de interpretatie? Kunnen de deelnemers misschien ook gewoon hier, deelnemers aan dit webinar, kunnen jullie iets met deze inzichten? Of waarvan heb je zoiets van, oh ja, maar dat geeft mij net eventjes het zetje waarmee ik aan de slag kan. Wie wil daarop reageren of wie heeft er nog vragen aan Wim?
Voor dit moment zie ik geen vragen. Misschien is het ook goed dat de mensen de rapportage nog nalezen. Wanneer mogen ze die verwachten, Wim? Ik zal zorgen dat Kees die vandaag kreeg en dat die Kees dat gaat rondsturen. Dat was de afspraak. Helemaal goed, super. Wat spannend is, is natuurlijk, je hebt net al Wijnand geprikkeld om hiermee verder te gaan en te kijken van wat levert dat op. Ik ga nog één keer de check doen of alles helder is. Hoe doen we dat? En de introductie van Wim. Als er geen vragen meer voor zijn, dan sluiten wij dit onderwerp. En dan gun ik jullie allemaal een paar minuten pauze. Neem 5 minuten. Om 13:47 gaan we weer starten, zodat Wijnand het stokje kan overnemen over het onderwerp doelen van prognoses. Dus nu eventjes 5 minuten pauze. Dankjewel, Wim. Graag gedaan.
Mooi Henk, mooi om deze ontboezeming in de chat te lezen. Ja, ik was eigenlijk net te laat om nog even, jij was aan het afsluiten en toen kwam hij naar boven. Ik denk, ja. Nou ja, dan schrijf ik hem op. Ja, het is een bericht van troost en misschien ook wel gezamenlijkheid, dat je samen kan zoeken naar wat kan er slimmer of anders en beter. En het is niet zo dat er eentje nou alles perfect door een ringetje te halen heeft en dat anderen helemaal achter aan het peloton hangen. Nee, maar dat is wel vaak je streven natuurlijk om het helemaal goed te doen. En dan merk je dat je dat niet doet en dan ja, word je een beetje onrustig. Ja. Dat is wat Wim ook al ophaalde in die enquête. Is dat er eigenlijk maar een hele smalle bezetting is binnen de waterschappen. Voor een groot deel van de mensen die met de prognoses bezig zijn. Dus dan zie je ook, je kunt niet alles met elkaar, maar zo landelijk in het netwerk wat we nu hier bij elkaar hebben, kun je misschien elkaar wel goed gaan helpen. Ja, ja nee, precies. Ja, dit soort netwerken zijn ook hartstikke belangrijk en goed, absoluut. Mooi. We komen denk ik langzaam maar zeker terug en maken ons op voor de tweede ronde van dit webinar. Wij gaan zo starten. Ik zie nog een aantal schermpjes waar de mensen in ieder geval nog niet gevuld zijn, maar die zullen zo terugkomen. Ik ga even checken of Wijnand er klaar voor is. Dat ben ik. Dat ben je. Dan helemaal goed. Dan ga ik jou zo introduceren met het geven van de mensen die het koffiezetapparaat nog even laten uitdruppelen. Nog een paar seconden en dan gaan we weer herstarten. Na een welverdiende pauze tijdens het webinar over afvalwaterprognoses gaan wij door met de tweede ronde. We hebben net een verhaal gehoord van Wim de Bleekoer, Waterschap Drentse Overijsselse Delta, over hoe doen we het nou eigenlijk. En hij daagde Wijnand uit, Wijnand Turkensteen van Waterschap AMA's, die samen met een projectteam aan de slag is geweest met doelen van prognoses. Of eigenlijk aan de slag is. Want we horen volgens mij een update van waar we staan. Met ook een nadrukkelijke uitdaging aan jullie als deelnemers aan dit webinar om daar input aan te geven of iets van te vinden. Wim die daagde Wijnand in ieder geval uit om te werken aan gezamenlijke doelen. En Wijnand die gaat ons in ieder geval meenemen in waarom dit project en wat is er al gedaan. En het moet toch mogelijk zijn, zoals je opende, om tot die essentie te komen. Waarom doen we dit nou eigenlijk? Ga je gang. Dank Maarten voor deze introductie. Ik zal even mijn scherm delen en dan op diavoorstelling klikken. En als het goed is, moet er nog iets van hebben. Zo, kijk. Ja, hij staat helemaal goed. Dan heb ik de pech dat ik jullie niet meer zie. Dus we gaan even kijken of ik dat kan oplossen. Nou, dat kan vast wel. Ja, zo. En dan zie ik jullie ook nog een beetje. Doelen van afvalwaterprognoses. Dit is het openingsschermpje. Die is verder niet zo spannend. Eigenlijk realiseerde ik me net wat ik Wim de Bleekoer heel mooi zag doen. Hè. Die gaf aan dat hij aangaf, joh, er is een enorm programma voor die afvalwaterprognoses. Wim gaf aan dat met zijn enquête, hoe doen we het eigenlijk, een soort van basis neergelegd is. Een inventarisatie, noem het een enquête, die inzicht geeft in waar staan we nou als waterschappen als het gaat over afvalwaterprognoses. Ik heb het geluk dat ik deel mag nemen aan een werkgroepje wat zich bezighoudt met de doelen van afvalwaterprognoses. En zoals ik net al voorzichtig probeerde aan te geven, we hebben een heel programma opgetuigd met z'n allen voor eigenlijk het verbeteren van prognoses in die afvalwaterketen. En dan is het wel fijn om te weten van, ja, maar wat kunnen we daar nou allemaal mee bereiken? Dus welke activiteiten en of doelen ondersteunen wij met het opstellen van afvalwaterprognoses? Even kijken. Nou, dan toch fijn om even dat werkgroepje voor te stellen. Het is een soort van dwarsdoorsnede uit het land met verschillende collega's. Diane Beltgens van Hollandse Delta zie ik nog steeds als de trekker van deze werkgroep. Zij trekt, zeg maar. En daar waar het komt op het verhaal vertellen, dan schuift Diane graag mij naar voren.
Dus dan vertel ik het verhaal, maar weet dus dat er gewoon een hele werkgroep zit met collega's die, die elkaar scherp houden. Dus wij hadden ook periodiek overleg over onder andere de resultaten uit de enquête. En hier heb ik hem staan, dus die aanbevelingen van de werkgroep, hoe doen we het eigenlijk? Net even een screen dumpje gemaakt, Wim. Hij sluit mooi aan, dus ga verder vanuit gedeelde doelstellingen en hou oog voor de nieuwe doelstellingen. Dus laten we eens kijken of we daar vandaag wat meer invulling aan kunnen geven. Ons werkgroepje begon en er waren toch nog wel wat vragen in de beginfase die in een plan van aanpak zijn beland. De eerste is van ja, wat versta je eigenlijk onder afvalwaterprognoses? Want naarmate het gesprek vordert, merk je dat er ook gewoon verschillende beelden zijn over ja, wat bedoel je nou precies met die afvalwaterprognoses en hoe ver reikt dat dan? Hè? Bijvoorbeeld meetgegevens is vandaag wel gevallen. Zit dat er nou wel bij? Zit het er nou niet bij? Welke activiteiten bedienen we met die afvalwaterprognoses? Ik zou ook kunnen zeggen welke doelen hebben we met die prognoses? Er zit nog wat denkwerk achter. Maar activiteiten die zeker bediend worden zijn het plannen van zuivering en transportcapaciteit. Het controleren van je afnameafspraken, het inzicht krijgen in rioolvrij water en bepalen discrepantie. En bij elk van deze punten kun je waarschijnlijk wel weer afvragen, is dat dan zo weinig? Hè? Horen die afvalwaterprognoses, hoort dat daar nou bij? Dragen die afvalwaterprognoses hier in bij in welke mate? Nou ja, dus dat geeft wel voer ook voor discussie in je werkgroep. Dan is de vraag, welke informatie heb je nodig om goede afvalwaterprognoses op te kunnen stellen, maar ook waar liggen samenwerkingskansen? Nou, die enquête die Wim net toegelicht heeft, geeft er al een hele mooie aanzet toe. Maar laten we eens even beginnen met een stukje aanpakken. Dus die vragen die zijn, dat waren een soort van het vertrekpunt voor ons plan van aanpak. Belangrijk is dat ja, als je een enquête uitstuurt naar de waterschappen, dat je dat liefst één keer doet. Dus de vragen die we hadden, die hebben we aan Wim zo'n clubje meegegeven. Dan kunnen jullie dat in de enquête meenemen. Daar zijn op een gegeven moment, nadat iedereen die 101 vragen doorgeworsteld had, is er een mooie samenvatting van gekomen. Daar hebben wij ook op zitten kouwen als werkgroep. En ook wij komen weer met voorstellen voor vervolgstappen. En vandaag dus een soort van eerste terugkoppeling. Eigenlijk best wel, was ook een reden om deze community of practice nog een keer voor de zomervakantie bij elkaar te roepen. Want er zijn best wel leuke dingen te melden. Hè? En ja, weet je wel, we willen ook gewoon graag die discussies levend houden. Oké, dus wat verstaan we onder afvalwaterprognoses? En dan hopen dat we hem in één keer goed hebben. Maar schiet ons lek of vul aan of verbeter ons daar waar we denken dat het. Als jullie denken, dit moet anders of beter. We gaan even van het volgende uit. We geven met afvalwaterprognoses inzicht in de te verwachten hoeveelheden en samenstellingen van het afvalwater aanbod op een bepaalde plaats, op een bepaalde tijd. En daarmee dus op de korte termijn en op de lange termijn. Nou, bij die lange termijn hebben we al gezien bij Wim dat dat ook wel eens 10 tot 40 jaar kan zijn. Inclusief een bandbreedte op basis van scenario's. En dan wat bullets eronder. Ja, het betreft dus het verzamelen en verwerken van informatie op het juiste niveau. Het gaat om het inzicht geven in de huidige afvalwaterstromen op basis van theorie en praktijk. Het geven van inzicht in toekomstige afvalwaterstromen, vaak via scenario's. Dus daar zit die bandbreedte dan ook in. We noemen het ook wel aanbodsanalyse. Daar zitten de puristen van ons in. Hè, die zeggen van ja, een prognose klinkt als de toekomst. Maar we hebben het ook vaak over het heden. Dus wat is nou de belasting van die afvalwaterketen? En ze worden gevoed vanuit een omgevingsanalyse. Vind ik ook een mooie, want ja, je kijkt naar je omgeving. Je probeert juist zo goed mogelijk een inschatting te maken van wat gebeurt er daarbuiten en hoe heeft dat invloed op onze afvaterstromen. Ze worden ingezet voor diverse doelen en activiteiten. We hebben er een stuk of 35 uitgevraagd. Activiteiten die we zien. Daar hebben jullie helemaal niks op geantwoord. Hè? Van dat doen we wel of dat doen we niet. Of dat willen we gaan doen. Dus daarover straks meer. Maar misschien vallen onder afvalwaterprognoses ook wel de toekomstige influentkwaliteit in het effect daarvan op de effluentkwaliteit. Ik zie nog geen handjes, dus we gaan op de goede kant. Alleen, ik zie de chat wel.
In de chat wel, Wijnand, want de termijn van 1 jaar is misschien wel heel lang. Hè? Is het niet, Melle vraagt, is het niet 1 week of zelfs vorige week, zegt Henk. Dus hoe kort is kort? Of kan het niet naar real time? Ja, dat zijn wel de terechte aanvullingen. Dus als je het hebt over het aanbodsanalyse, dan kijk je echt van, ja, wat is er nu? Maar goed, wat is er nu? Dat betekent dus dat je naar de metingen van gisteren zit te kijken. Of misschien wel van vorig jaar. Hè? Dus daar waar we in het begin dachten prognoses, dat zit echt naar de toekomst toe, merk je van, ja, maar er is ook gewoon in ieder geval een deel van onze bloedgroep die zegt van, ja, maar het gaat ook over het heden, over het nu. En je zult ook echt even naar de gegevens van gisteren moeten kijken. Dus, mag ik daar nog een vraag over stellen, Wijnand? Tuurlijk. Denk. Ja, mag dat? Ja, want in jouw hoofdtekst staat, zeg maar, de grotere tekst waarbij achter de bullet staat op korte termijn, 1 tot 5 jaar. En toen had ik zoiets van, ja, maar het gaat toch ook over het nu? Ja. En dat staat dan wel in je kleinere bullet onderweer. Dus die moeten we aanscherpen, Henk, heel goed. Ja. Dus daar zit discrepantie, om het maar zo te zeggen. Ik kan heel onderzoek op loslaten, maar ik denk dat we er wel uit zijn. Oké. Okay. Dankjewel, Henk, voor de aanvulling. Ja, leuk. Dan, dat was een stukje definitie. Dan de enquête. Ik dacht, dit zal Wim misschien wel laten zien. Dit is een pagina uit die rapportage die we gaan rondsturen, Wim. Dit is binnenkort in jullie mailbox en op de website te vinden. Ja, dus een soort van sneak preview. Dit hoeven jullie niet allemaal te lezen. Dit gaat erover dat eigenlijk in die enquête is gekeken naar de doelen van prognoses en daar zijn dus door, nou, ik mag het gewoon noemen, Arcade staat bovenin, gewoon ook wat aanbevelingen gedaan over plekken waar je op kan samenwerken. Maar we gaan heel even de diepte in. Dus dit is zeg maar in 1 pagina het hele, alles wat over doelen van afvalprognoses samengevat. Maar ik wil even met jullie de diepte in. En dat doe ik door ranking the stars. Dus wat hebben we gedaan in die enquête? We hebben gezegd, oké, we zien dat die afvalwaterprognoses bijdragen aan bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld het plannen van renovaties, ombouw en nieuwbouw. Daarvan hebben 15 waterschappen gezegd, ja, dat is nu een activiteit en dat blijft er. Nul zeggen dat ze dat in de toekomst gaan doen. En eentje zegt, dat is het niet en dat ga ik het niet doen. Kan, hè? Maar goed, wat je dus ziet is dat deze activiteit door... Ja, het gros van de waterschappen toch al gezien wordt als belangrijk. Hè? En we hebben hem gekoppeld aan afvalwaterprognoses. Idem voor de huidige en de toekomstige situatie. Nou ja, ik denk dat ieder waterschap wel wil weten van ja, hoe zit dat nu dan? Hè? De vraag die op een gegeven moment wel, als je hier naar zit te kijken, oppopt is van oké, maar hoe linkt dit nou naar afvalwaterprognoses? Hoe zit dat dan? Nou, dat doen we straks. Hè. We gaan eerst even kijken van joh, als ik nou naar deze... lijst van activiteiten, kijk, die we als belangrijk beschouwen. Kunnen we daar dan soep van maken? Dus die poging hebben we ondernomen. En dan kunnen we zeggen, oké, als het nu een activiteit is, dan kun je zeggen, die afvalwaterprognoses, die dragen bij aan. En ik heb er 3 categorieën voor benoemd. En eentje is de eerste, bepalen van capaciteit. Dat heb je nodig voor het plannen van renovaties, ombouw en nieuwbouw. Daar is die er. Ja, maar er stond ook tussen capaciteitsplanning, afvalwater, transportsysteem en zuivering. Dus weer capaciteitsplanning. Zicht hebben op die huidige en toekomstige situatie. Maar ook opstellen slipprognoses. Zou je er ook nog onder kunnen zetten. Zodat je weet, ja, maar hoeveel slip moet je straks nog gaan verhapstukken. Dus bepalen van capaciteiten lijkt me toch een wezenlijk onderdeel van je afvalwaterprognose. Maar ook het maken van afspraken met derden. Dus... ja, je kunt wel die capaciteit gepland hebben, maar je zult het toch ergens moeten vastleggen met je partners. Ja, zoveel capaciteit ga ik verpompen. Dus dan is misschien dat delen van dat beleid waar Wim het over had, en je uitgangspunten en dat stukje afstemming met die gemeente is daar belangrijk in. Want die afspraken wil je misschien ook wel vastleggen, hè, bijvoorbeeld afvalwaterakkoorden, maar je wilt ze ook onderbouwen. Dus nou, daar hebben we een tijd geleden, ik weet niet hoeveel waterschappen dat nu nog doen, maar die optimalisatiestudies die werden daarvoor uitgevoerd. En dat doen we waarschijnlijk nu nog steeds zo. Nou ja, als je dan die afspraken hebt, dan kun je natuurlijk ook checken of je daar aan voldoet. En
bedrijven zijn gewoon toch een bijzondere partij waar je misschien wel afspraken mee wilt maken. Een stukje account management. Ik zag trouwens één opmerking in de chat. Ging die hierover of was dat gewoon... Nee, die is informatie gaan we delen via de website. Dus, Oké, prima. Goed, dan de derde. Afvalwaterprognoses dragen bij aan toetsen van het functioneren van je assets. Zo heb ik hem even genoemd. Hè? Dus je weet wat je theoretisch door dat systeem verwacht. Hè? En dat kun je dan checken met, nou, wat meet je dan? Dat kan kwantitatief of kwalitatief zijn. Daar zit bijvoorbeeld ook dat riool vreemd waterverhaal waar Rien om geprezen werd in aankondiging van Berthe. Die werkgroep die zich bezighoudt met de analyse van riool vreemd water en discrepantie. Maar de activiteit meten van CZV, BZV en Kledal, ja, dat doe je waarschijnlijk ook om te checken. Ja, je hebt die zuivering ergens op uitgelegd. Klopt het allemaal? Nou, dus zo... linkt dit alles denk ik wel aan het toetsen van het functioneren van ja je en dit geeft dus wel een best wel een klassiek beeld van waar je afvalwaterprognose voor opstelt. Vragen of opmerkingen? Ik zie, laten we het op ons inwerken even. Dus wordt, wordt het klassieke beeld herkend? Zeggen jullie ja, dit is het wel, hiermee zijn we er. Nou ja, we hadden die definitie die aangaf van joh, je probeert te kijken hoe is het nu. Hè? Dus dat was misschien de opmerking van Henk, van, hoeveel water komt er nu doorheen en wat komt er in de toekomst op ons af. Ja, dat sluit wel aan bij deze activiteiten die dus ondersteund worden met die prognoses. Oké, dan gaan we nog even door. Hè, neem dit even tot je of laat het bezinken. Dan gaan we weer een ranking the stars doen, maar nu net anders. Dank je Mirjam voor het feest der herkenning. Nu gaan we kijken, het is nu geen activiteit, maar mogelijk wel in de toekomst. Nou, hoe meer partijen dat roepen, des te groter de kans dat we daarop kunnen samenwerken. Zeker als er ja, als nog niet iedereen het doet. Hè? Genoemd door Wim, innovatieve ontwikkelingen zoals mogelijkheden RTC en zelflerende systemen. Je kunt je afvragen hoe ver hangt dat samen met afvalwaterprognoses, maar hij is in ieder geval wel vaak genoemd. Ik heb hier aan de rechterkant een balk opgenomen, samenwerkingskans, genoemd door Arcadis. Dus die hebben ook niet zitten slapen, die jongens. Hè? Dus die zien blijkbaar hetzelfde als wat ik bedacht had, maar dat is prima. Ze zeggen, ja, dit zijn eigenlijk punten waar je op zou kunnen samenwerken. Ja, en dat hebben ze gedaan op basis van de enquête. Hè? Dus, eigenlijk, ja, ja, ja. Dus eigenlijk is dit waterschappers, jullie hebben dit ingebracht. Dit is op basis van wat wij als waterschappers zeggen van, ja, dit zouden we graag in de toekomst willen doen. En dan denk ik, ja, dat kunnen we allemaal zelf het wiel uitvinden. Of je denkt gewoon, weet je wat, 11 willen dat, 5 zijn ermee bezig. Wat zijn die 5 dan aan het doen? Wie zijn dat? En voorspellen van patroon voor bedrijfslozingen, denk ik. Ja, eentje doet het. Die ziet aan het voorspellen, vind ik super. En 11 die willen het. Nou, zie hier allemaal kansen. Maar ook hier zou je er misschien nog wel iets van soep van kunnen maken. Dus ook daar is een poging voor gedaan. En ik kom denk ik op 1, 2, 3, 6 categorieën. Met activiteiten, hè, gewoon om het een beetje ordelijk te houden in ons hoofd. Ja. Anders moet je ze allemaal onthouden. Dus kansen voor samenwerking. Het meten aan nieuwe stoffen. Ik noem het even nieuwe stoffen, want bijvoorbeeld mijn zuiveringstechnoloog zei, nou, als iemand zich bezig gaat houden met lozing van nitrificatieremmende stoffen, top. Ik hoor graag wat eruit komt. Het lijkt me onmogelijk. Maar stel dat er iemand is die dat kan, of die dat weet, of die dat wil, ja, dan zeg ik, nou, schuif die persoon naar voren. Bedrijfslozingen, nou, daar is gelukkig een hele werkgroep voor. Dus volgens mij, ik weet niet of ze dit allemaal behappen, maar daar kunnen we dus de vraag stellen in die werkgroep. Joh, zit dit er nou een beetje in? Het voorspellen van het moment van lozen, dat lozingspatroon. Of het gedrag, de hoeveelheid, samenstelling en of temperatuur van die bedrijfslozingen. Die kunnen echt wel invloed hebben op je zuiveringsproces. Dan de vraag... wat voor effect heeft het nou als zo'n bedrijfslozing gaat zitten voorzuiveren? Of toch maar direct op de zuivering gaat zitten lozen?
willen we eigenlijk als waterschap toch wel heel graag weten. En ja, misschien willen die bedrijven wel waterstromen van ons hebben als waterschap of energie. Hè? Dus dan biedt het weer samenwerkingskansen richting die bedrijven. En ja, hier zou je dus kennis kunnen uitwisselen op dit soort onderdelen. Nou, wat hebben we meer? De tweede sheet, en daarmee heb ik de laatste hoor. De energie en grondstoffen worden genoemd. Dus ja, zuiveringen die omgebouwd worden naar energie- of grondstoffenfabriek en misschien ook wel een waterfabriek vinden we misschien wel het meest spannende. Vandaar ook weer een collega gehoord die dan zegt, ja, we kunnen met nieuwe technieken water echt zuiverder maken. Wat zeg je nou? Meten, zweet. Water leveren. Nou ja, wat betekent dat in de prognose? Misschien niet zozeer in het aanbod. Het aanbod is er, maar misschien wil je het op een andere manier binnenhengelen. Dus dat wordt dan nog even een vraagstukje. Samenwerken op dat RTC en zelfsturende systemen hebben we gehad. Ik heb ook een kopje data-analyses. Je zou kunnen kijken op basis van, ik schat in metingen en theorie, hoe functioneert dat aanvoerende stelsel? En kunnen we daar dan ook stelselgegevens aan hangen? Zal vast kunnen. Zijn er regionale verschillen, dus tussen de verschillende zuiveringen? En deze noemde Wim al, ja, zijn dus de helft van de waterschappen stelt zijn afwaterprognoses ter beschikking aan gemeentes. Anderen doen dat niet. Het is niet goed of fout, hè, maar het betekent eigenlijk als je, stel nou dat je heel veel energie stopt in het netjes verzamelen van al die data. Ja, misschien zit je dan wel op een goudmijntje en is het heel fijn om dat wel te delen. Of je zegt, ja, maar op basis van ons eigen blijk, dit is wat we hebben. Nou, en deze hebben we zelf toegevoegd als werkgroep van ja, tools waar we nu mee bezig zijn, zoals discrepantie of dwaashaas. Dat slim ontsluiten. En daar kun je natuurlijk ook op samenwerken. Kijk, oh ja, Wim zegt voor riool en water zijn er zeker verschillen. Ja, dus mooi, goeie. Nou, dan weer terug naar onze opdrachten, of eigenlijk de vragen die we ons zelf gesteld hebben. Wat verstaan we onder afwaterprognoses? Vind je? Welke activiteiten bedienen we met die prognoses? Denk je, die komen uit die enquête. Die hebben we een beetje gegroepeerd. Okay. Waar liggen samenwerkingskansen? Nou, die kunnen we ook wel aangeven. Het is nog wel even de vraag, ja, hoe vertaalt zich dat dan door? Maar toen liepen we vast. Ja, toen kwam er een vraag die hadden we onszelf gesteld. Ja, welke informatie heb je nou nodig voor die afwaterprognose? Toen hebben we een soort van kruistabel opgezet. En dan per activiteit ging bekeken welke informatie heb je allemaal nodig. Daar zullen we eerlijk over zijn, daar kwamen we gewoon niet helemaal lekker uit. Want we kwamen op het volgende plaatje uit. Het plaatje van data naar informatie, naar kennis, naar wijsheid. Ja, zo zou je hem eigenlijk moeten lezen. Dus wat je eigenlijk doet, is je als waterschap, je verzamelt data op basis van al die BRP's. Die stop je dan in een soort van Excel, RioCan, Geonis, Blauwe, whatever je hebt. Hè. Dan wordt het op een gegeven moment informatie. En daar zit een linkje met je afvalwaterprognose. Dus vaak die pakket of dat Excel-tabelletje, die geeft al een soort van inzicht van zoveel afvalwater zou je in de toekomst kunnen verwachten. Daar gaan we mee aan de haal. Hè. Dus daar gaan we activiteiten mee ondernemen. Dus dat kan een OWASP-studie zijn, of een discrepantiestudie, of een real-friend waterstudie. Dus dat geeft kennis. En die kennis die zetten we in om een bijdrage te leveren aan de doelen van het waterschap. Nou, we hebben hier een paar opgenomen. Het afstemmen van investeringen, bijdrage aan de energie en grondstoffen, voldoen aan de emissie-eis van de RSD, of optimalisatie van de emissies in die afvalwaterketen. Ja, dus minder overtorte uit de riolering, als je het zo zou willen vertalen. Maar wat we nou uitgevraagd hebben in die enquête, dat ging eigenlijk over die activiteiten. Van oké, daar hebben we nou een mooi zicht op. En toen stelden we ons de vraag, oké, welke informatie heb je dan nodig? Maar eigenlijk moet je ook nog afvragen, welke data heb je dan precies nodig? Ja, en deze plaat, noem het even de bodemplaat, daar gaat Roel zo meteen heel veel over vertellen. Want er zat zoveel overlap in de dingen die Roel van Genen voor het waterschapshuis aan het doen is.
We kwamen zelf als werkgroep ook al praten tot de conclusie van ja, hier moet je eigenlijk het waterschapshuis eens voor vragen, want die hebben er betere tooltjes voor. Dus Roel vond dat ook wel een goed idee. Dus daar waren we mee geholpen. Dus deze kunnen we dan afwinken als werkgroep, hè, van die. Maar betekent wel, er komt dus gewoon straks een nieuwe werkgroep aan die zich daar eens over gaat buigen. Over dat vraagstuk. Dus als je nu denkt, van, daar moet ik me voor aanmelden. Alle ballen naar Maarten, denk ik. Ik weet het niet, op naar Ron. Of Diane. Of naar Diane. Wijnand, je hebt net eigenlijk in je presentatie twee sets van doelen. Hè? De klassieke doelen, zoals je die ja. als eerste introduceerde. En een set, misschien wat bredere interpretatie. Mm-hmm. Waarvan ik ook nog wel benieuwd ben of de deelnemers dat herkennen. Of dat we daarvan zeggen, ja, maar daar mis ik ook nog wel dingen. Want als ik nou even naar die toekomst kijk, dan zie ik nog wel een breed. Want ik zie eigenlijk dat je zegt, nou, nu is het redelijk klassiek. Maar ja. Eigenlijk zien we een veel bredere of fundamentelere rol van die prognoses. Melle, en misschien kun je hem wel toelichten, Melle, zegt eigenlijk, ja, die prognoses is eigenlijk nog ook een te smalle greep. Het gaat om inzicht. Melle, kun je daar iets over zeggen? Dan moet ik even mijn... dat komt zelf... Dat gaat toch wel heel erg over de toekomst, zeg maar. En dat is het beeld wat bij mij heel erg leeft. En de toekomst is breed, dus dat gaat wat mij betreft over morgen tot en met... over 60 jaar of zo. Maar het gaat heel erg over de toekomst. En ik denk juist zaken als discrepantie, rioolvreemd water. Dan kijk je heel erg terug. Hè? Om dat te bepalen moet je terugkijken. En dat is ja, in definitie voor mij geen prognose. Maar moeten we wel meenemen. Alleen, dus iemand zegt ook eens een taalkwestie. Ja, dat denk ik ook. Inderdaad dat het is. En ik denk wel heel belangrijk om ervoor te zorgen dat we het met elkaar over hetzelfde hebben en ook hetzelfde bedoelen, zeg maar. En dan vind ik, nou ja, goed, dan moeten we best over nadenken. Vind ik misschien die term prognose inmiddels wat te eng, wat te nauw. Dus, we starten binnenkort met een nieuwe tranche of voorstel voor het programma. Misschien moeten we daarin die taalkwestie agenderen of misschien gewoon... Een nieuwe voorstel doen. Saskia, jij introduceert eigenlijk, het is een taalkwestie, maar wel erg verwarrend. Welke oplossing zie jij hierin? Zou je die kunnen toelichten? Ik zou het liefste, dat woord prognose, zou ik echt weer gewoon terugbrengen naar wat het is, de verwachting. Want ik merk ook richting projecten hoe verwarrend het is en hoeveel gedoe je er eigenlijk mee krijgt met het woord prognose. Heb je nou nog die prognose niet? En als je kijkt naar deze grote definitie die het allemaal inhoudt, dan is dat niet iets wat je even vrijdagmiddag voor elkaar boekst. Het is een veel groter ding. En, dus eigenlijk zeg je, breng de klassieke betekenis. Hè? Ik bestel een prognose voor mijn project of ontwerp die ik op vrijdagmiddag kan aanleveren. Maak die definitie weer... Want bij ons is de term harde prognoses al gevallen. Een harde prognose. Dat is harde prognoses. Dat is met zonder onzekerheidsmarge. Ja, en dan denk ik, nou, een prognose is per definitie niet hard. Want het is een verwachting. Ja. Bert wilde reageren. Bert, ga je gang. Ja, heb je dan ook... want ik ben het aan de ene kant met je eens, tegelijkertijd zijn we niet... voor niets in dit het traject beland waar we nu zitten. Als je die prognose aan wil leveren, is vraag nummer 1 dan niet van weten we nu eigenlijk wel wat we voor ons kiezen krijgen? Laat staan wat we morgen kunnen verwachten. Op het moment dat je niet weet wat je nu voor je kiezen hebt, dan wordt de bandbreedte van wat je morgen gaat verwachten nog groter, ja. Nauwkeurigheid wordt steeds kleiner. Maar het woord prognose, dat is bij ons al bijna gewoon verworden tot harde cijfers voor het ontwerp van de toekomstige zuivering. Ja.
Ik ga nu nog even naar de tweede Bert. Bert ja, Roosendaal. Ja, ik ben het wel eens met Saskia en ook met Melle wel. Om die definitie, ja, zonder dat het een definitiediscussie moet worden, maar dat je daar wel zuiver houdt over waar je het nou over hebt. En voor mij is prognose inderdaad ook, wat Melle zegt, kijken naar de toekomst. En dat kan niet anders, wat Bert ook zegt, dat je ook begint met wat je nu hebt. Hè? Je beginpunt, je vertrekpunt moet helder zijn. En dat kan alleen maar als je meet. Ik zie voor me een soort plan, do, act, check cyclus, waarbij prognoses een plek krijgen. Waarbij we meten of die prognoses kloppen voortdurend en dat je daarop gaat handelen. Dus het is niet één momentopname, het is eigenlijk gewoon een doorlopend proces wat je eigenlijk op wilt tuigen. Maar dan heb ik er wel belang bij dat je dat, die onderdelen van die cyclus wel goed en scherp definieert. Want de data en de gegevens die hier uitkomen, die kunnen voor heel veel doeleinden worden gebruikt. En dat moet ook. Ja. Als je die andere doelen leidend laat zijn, dan heb je daar ook het risico dat je afwijkt van het oorspronkelijke doel. En volgens mij is dat ook, in mijn beleving zit daar de link met de investeringsopgave, aanpassen van zuiveringen en gewoon slimme dingen doen voor de lange termijn. Helder. Dus eigenlijk ja, het is een breder verhaal van inzicht en toekomstgericht, maar er is ook gewoon een boodschappenlijstje van dit zijn de heldere producten die we moeten opleveren en die besteld worden. Herken je dat, Wijnand? Ja, ik vind het wel een mooie discussie. Ook wel in onze kleine groep gevoerd, maar nu omdat ik krijg weer even nieuwe input. En ik denk, zoals Bert Roosendaal net samenvatte, dat hij eigenlijk wel heel mooi is dat je... je kijkt naar de toekomst en daar zit je verwachting, zoals Saskia dat er zo vraagt. En je baseert je waarschijnlijk op de getallen van het nu. En dat kan theorie en praktijk zijn, hè? Dus die metingen zijn er ook belangrijk in. Heldere producten helpt natuurlijk altijd, Maarten. Dus op zich, zeg maar, dus gewoon alleen al het feit dat we deze discussie nu voeren, betekent dat we hem als alweer stukken scherper hebben. Het lastige hierbij is wel dat die doelen, die zou je scherper kleiner kunnen maken dan jij ze zo breed benoemt, Wijnand. Maar dan nog steeds is voor een transportleiding heb je een andere vraag dan voor een nazuivering van medicijnen. Of een ander doel. En het zijn allebei prognoses. Ja, dus wat we gaan doen, Bert, is zeg maar, we zien heel veel activiteiten die we kunnen ondersteunen met die afwaterprognoses. De vraag is van, heb je daar dan andere of betere data voor nodig? Heb andere vorm van informatie of moet je daar je beleidsstuk op afstemmen? Dus dat ene plaatje wat ik liet zien met die verschillende blokken, dat wordt straks het verhaal van Roelest. Daarin kun je zien van, oh, maar eigenlijk wat jij nu vraagt, dat zit in dat blokje daar. En je hebt dus klassieke doelen. Voor het bepalen van de capaciteit van je zuiveringen. En die checken en daar heldere afspraken over maken. En je ziet dus een heel stukje nieuwe doelen. Die je en passant onder de arm ook kan gaan bedienen. En waar dus ook ontwikkeling in zit. En dus je kunt wel prima aan je bestuurder of directie uitleggen. Ja, ik weet wat de capaciteit is over 10 jaar. Hè, of ik heb een mooie verwachting afgegeven. En dan zegt hij, oké, maar heb je dat dan ook allemaal gecheckt met meetgegevens en heb je daar een real-time data-analyse op losgelaten en heb je dit al, heb je dan, heb je dat gedaan? Dan denk ik, ja, en dat zijn al die nieuwe dingen die dus wel een soort van rondzingen, waarvan ik denk, ja, laten we daarin elkaar vasthouden en optrekken. En dan denk ik, ja, dan kun je dus als community of practice twee dingen doen. Dus je kunt en die klassieke doelen ondersteunen met betere data, want die vraag hoorde ik ook, en moeten we niet gewoon zorgen voor betere data? Moeten we altijd naar dat BNP blijven kijken? Of doen we wat Mark zegt? Ja, je kunt ook zonder BNP al prima prognoses opstellen. Oké, Mark, hoe doe je dat? En hè, laten we elkaar daarin helpen. En werkgroepen die zich gaan bezighouden met die heel vreemd water en discrepantie hiertoe. Dat soort werkgroepen gaan dus weer helpen in die activiteiten. Dus zo'n plaatje van, joh, wat plaats je nou waar? En hoe helpt dat elkaar?
Dit is een mooie opmaat dadelijk naar Roels en verhaal, want daar kijken we verwachtingsvol naar uit. Mark en daarna Loes wilde ik graag nog even het woord geven. Mark, jij wel, had je hand net op. Ja, ik had hem ook weer laten zakken, maar over het, de prognose, wat wil ik mee bedoelen, is wel belangrijk om je scherp te hebben. En ik voel heel erg met wat Wim zegt, je voorspelt, hè, prognose is voorspellen, je voorspelt de hoeveelheid water van een gebied voor het heden en de toekomst. Maar het geeft zoveel ruis het alleen, het woord prognose, dat wellicht het woord mountcast gebruikt kan worden. En daar kwam ik achter toen we in het project met CBS, want die zijn allergisch voor het woord prognosticeren, want dat doen zij niet, dat mogen zij niet. Dat doet wel PBL en Primos, maar die gebruiken het woord mountcast. En die voorspelling van het nu, die heb je absoluut nodig voor het voorspellen van de toekomst. Dus dat sluit ook aan wat Bert zei. Dus we krijgen toch misschien wel een mooie taalkwestie om een wat diepere laag te raken van hey, we zijn weer een stap verder, want daarmee kunnen we veel scherper nog maken welke potentie het heeft. Want dat is eigenlijk ook wat Wijnand in zijn plaatje liet zien. Hè. Richting die doelen van het waterschap is die potentie van het inzicht of de prognose of het nowcasten misschien wel groter dan dat die nu op het klassieke prognose product wat je oplevert op de vrijdagmiddag is. Loes, jij wilde ook nog graag reageren. Ja, ik had hem ook al in de chat gezet, dus het kan kort zijn. Volgens mij is het ook goed om, jezelf in te perken en niet de hele wereld te willen bedienen. Maar te zeggen, wat kan je überhaupt? Je kunt iets zeggen over nu. Dat is al vaag genoeg waarschijnlijk, omdat metingen, zowel als de inventarisaties van gegevens als afspraken, zijn allemaal binnen een bandbreedte. En als er een vraag gesteld wordt voor een prognose, dan is het denk ik goed dat de vraagsteller ook nadenkt. Wat wil ik dan eigenlijk weten? Wat is het niveau en wat is de tijdschaal waar ik over... En ik denk dat dat is eigenlijk gewoon de uitvraag scherp krijgen. Dat we in plaats van alleen maar het antwoord zo zorgvuldig mogelijk formuleren, het begint bij goed vragen. Waar heb je het voor nodig dan? Ja. Dat maakt het denk ik... wat simpeler dan het helemaal semantisch goed onderbouwd beargumenteerd te krijgen. Helemaal goed, mooie aanvulling. Misschien terug naar Wijnand. Jij had nog je slotoproep. We gaan ook als vervolg hierop. We hebben het een en ander aan denkwerk gedaan rond de doelen. Met een klassieke en een wat samenwerkingsgerichte bredere agenda. Hoe gaan we verder en hoe kunnen de deelnemers hier aan het webinar ook daar een rol in spelen? Er komt dus straks een oproep voor een nieuwe werkgroep. Hè, en ik schat in dat Roel die ook wel zo meteen gaat benoemen. Maar daar waar het gaat over die samenwerkingskansen. Daar moeten we nog eens even over nadenken van hoe... Want deze werkgroep die draagt het eigenlijk over aan kernteam, regieteam... ik schat in dat je daar ook werkgroepen voor in het leven kan roepen of laten aansluiten bij. Ja. Maar dus, kan me voorstellen dat we dan eens even in die enquête gaan lezen van goh, wie doen er nou al wel dingen en wie willen dit graag. En dan gewoon een gerichte oproep doen van wie wilde deelnemen aan een werkgroep over. Nou ja. Helemaal goed, je noemt net twee begrippen. Misschien heel kort uitleggen. De kerngroep is eigenlijk de verzameling van projecttrekkers of projectafgevaardigden die samen afstemmen over hoe gaan we voort en hoe gaan we de projecten bemensen. En het regieteam vormt een soort van de stuurhut op hoofdlijn van het project. Jij zit daar zelf in, Wijnand, samen met een klein team, zeg maar. Om de koers op het programma niveau te houden. En dat ter toelichting. Misschien nog een laatste kans voor vragen aan Wijnand over de doelen. Want anders gaan wij door naar, hij is al twee keer aangehaald. Onze Roel gaat het fundament uitleggen. Zullen we daar naartoe jongens? Dankjewel Wijnand van deze toelichting. Wordt vervolgd. Het fundament, want daar kwamen we steeds nadrukkelijker... op uit van hey, hoe hangt het nou samen? Er zijn verschillende activiteiten gestart vorig jaar. Dat is heel goed. Die leveren meer inzicht op.
Maar hoe bouwen we dat nou op? En eigenlijk, Henk die noemde dat ook al, is er wel aandacht voor dat data, die datalaag en dat fundament? En hoe bouwt dat dan op? Moeten we direct wel naar een model of een tool? Het begint toch bij de basis. Daar is het nodige denkwerk aan verricht, ook op basis van belangrijke aspecten om producten of databases in beheer te nemen en dat op een slimme manier en zorgvuldige manier te doen, de zogenaamde projectarchitectuur, die het waterschapshuis ook in deze community of practice inbrengt. Roel die neemt ons mee in het begrip bodemplaat. En daarna horen we nog even Roel en Kees over een aantal updates van het programma en ook nog Roos over de aankondiging van een hopelijk fysieke sessie na de zomer. Maar eerst het fundament met Roel van Genen. Welkom Roel. Ja, dankjewel Maarten. Ik ga meteen even mijn scherm delen. Ja, er werd al een aantal keren verwezen naar mijn verhaal. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik ga proberen jullie mee te nemen in het verhaal van de bodemplaat. Waarin we eigenlijk proberen om de discussies die we net ook hoorden over nut en noodzaak, waar moeten we nu beginnen, wat is een prognose, wat valt er wel onder, wat valt er niet onder, wat is dan het doel, welke data heb ik daar dan voor nodig, om die op een overzichtelijke manier te presenteren, zodat je de samenhang ziet en zodat je daar misschien ook keuzes op kunt gaan baseren. Even een kleine waarschuwing vooraf. Ik werd net tijdens het verhaal van Wijnand even uit de Teams meeting gegooid en moest ik mijn computer opnieuw opstarten. Ik hoop dat dat nu niet gebeurt, maar mocht ik ineens verdwijnen, dan ga ik heel driftig hier op knoppen drukken om zo snel mogelijk weer terug te zijn. Dat beloof ik in ieder geval. Even kijken, ja. De bodemplaat. Dit is even de grove agenda. Waarom hebben we die bodemplaat? Toch nog even terug naar de aanleiding en de probleemstelling. Hoe ziet het er dan uit en wat verwachten we dat we kunnen gaan doen met die bodemplaat? Dit plaatje is natuurlijk bij iedereen bekend. Hier zie je eigenlijk de grote kracht van het programma, namelijk dat het heel breed is. En misschien ook wel meteen de uitdaging van het programma, namelijk dat het heel breed is. Dus hoe bepaal je nou wat prioriteit moet hebben, wat meerwaarde is, wat nog valt binnen de scope van prognoses. En ik heb dat even proberen te visualiseren aan de hand van een wat speelse plaatje. Stel je voor dat de wereld van prognoses een vliegveld is. Waar allerlei vliegtuigjes landen, waar data in de vorm van bagage rondwaart, waar mensen met allerlei nieuwe ideeën komen over wat ze allemaal wel niet kunnen met hun tooling. Dus ik heb er even wat teksten aan toegevoegd. Innovatieve ontwikkelingen, mensen die zeggen ik heb een geweldige tool, neem het maar in beheer. Maar ook gewoon gebruikers die willen weten wanneer ze hun prognoses kunnen verwachten. En hier in het midden zit dan de verkeerstoren. Dat zie ik dan even als de sturing van het programma. Ja, en die beginnen zich af te vragen, dit alles overziend. Op welke bestemming vliegen wij eigenlijk met het programma prognoses? En welke vliegtuigen moeten we daar dan voor gebruiken? En hoe houden we alles onder controle? Dit is natuurlijk een enigszins overdreven beeld, maar ik denk dat iedereen wel de discussies herkent die we voeren. Dus daarom hebben we ook al eind vorig jaar eigenlijk al aangegeven, moeten we niet wat meer aandacht hebben voor de samenhang in het programma? Hoort daar niet een architectuur aanpak ook bij? Daar zijn we in begin dit jaar ook al ook mee begonnen. Hè. We hebben wat platen gemaakt, hebben wat dingen met het regieteam ook gedeeld. En die behoefte werd eigenlijk steeds groter om daar heel concreet mee aan de slag te gaan. En daar is eigenlijk het idee ook van die bodemplaat uit ontstaan. Het doel is dus om samenhang aan te brengen, zodat je daar ook keuzes op kunt gaan baseren.
Nou, een eerste vorm van samenhang die we vanuit architectuur hebben aangedragen is, en dit is een plaat die je veel terugziet in architectuurlandschap. Kijk nou eens even naar de vijf lagen die er zijn om een organisatie te beschrijven. En dan begin je bovenaan met de grondslagen, zoals dat dan heet. Waarom zijn we op aarde? Wat zijn onze doelen? Dus waarom? Wat willen we bereiken? De organisatielaag, hoe organiseer ik dat dan? Wat moet ik dan kunnen? Een informatielaag, wat heb ik dan nodig? En in de context van prognoses ga je dan denken aan informatie, aan software, aan tools om dingen te maken. En uiteraard daarbij dan ook de vraag, en hoe doe ik dat dan? Dus dat is eigenlijk een eerste ordening van activiteiten. Daar hebben we in het verleden al wel eens de verschillende sporen opgelegd. En dan zie je ook, nou, wat je op dat vliegveld ook al een beetje zag misschien. We draaien aan heel veel. Hier, spoorvernieuwing zit op de doelen. Waar doen we het eigenlijk voor? Proces en methode zit heel erg ook aan die organisatiekant, maar ook aan de applicatiekant. Vernieuwing zit misschien wel vooral op de waarmee, hè, op een data science methode om iets te doen. En spoor 3, datalevering en kwaliteit, raakt misschien wel meerdere lagen. Zit vooral misschien aan die informatie- en applicatiekant, maar gaat ook over samenwerking met andere partijen. Dus ook hier zie je terug dat het best een complex programma is wat we hebben. Nou, hier zie je dat er nog even iets gedetailleerder terug. Ik zal er verder niet al te lang op ingaan. Maar ook hier zie je weer die complexiteit terug. Dit waren eigenlijk de eerste vingeroefeningen om die structuur te gaan vinden, zeg maar. En inmiddels zijn we behoorlijk wat verder. Hè? Nu komt de link met het verhaal van Wijnand. Van deze plaat heeft Wijnand ook laten zien. Waarin je het lijntje ziet van... we hebben doelen, ik begin even achteraan. Daar hebben we bepaalde activiteiten voor nodig om producten te leveren waar we die doelen ondersteunen. Daar heb je informatie voor nodig en daar heb je data voor nodig. En het idee van de bodemplaat is eigenlijk niet meer dan het inzichtelijk maken van die boom van doel naar data. Dus inderdaad, ik heb dit eigenlijk net of min of meer gezegd, hè? Welke doelstellingen zijn er, welke activiteiten en producten zijn dan nodig, hoe maak ik die, met welke tools en met welke rekenregels of berekeningen heb ik dan, moet ik dan kunnen uitvoeren en welke informatie heb ik dan nodig en nog verder in de boom, welke data of databron moet ik dan bevragen. Nou, hier zie je dat lijntje ook weer van data naar informatie, naar kennis, naar een prognoseproduct en het ondersteunen van een doelstelling. En als we dat dan even vertalen naar prognoses, dan zie je hier eigenlijk, en dit is dan een vrij, dit is een plaatje in Archimedes, dat is een taal om architectuur in weer te geven. Hier zie je dat dan ook weer verwoord. We hebben een bron gegeven. Iemand gaat die gegevens verzamelen, zodat daar een dataproduct uitkomt. Ik heb hier onderdaad nog een voorbeeld, hè, dus dan gaat er misschien wat meer leven. Met dat dataproduct, of met meerdere dataproducten zal het in de praktijk zijn, ga ik rekenen. Dat doe ik met een pakket zoals Geodin of Geonis of misschien wel Excel. Daar komt een informatieproduct uit, een berekend DWA. En dat gebruik ik om uiteindelijk een prognoseproduct te maken wat bijdraagt aan een van die doelstellingen. Dus als we dan even switchen naar het voorbeeld, ik heb al wat dingen genoemd. Voor een riool vreemd wateranalyse moet ik de ontwerpbelasting vergelijken met de theorie en de praktijk. Dan heb ik een theoretisch DWA nodig. Ik heb
misschien ook wel een gemeten DWA nodig. Hè? Dat zijn dan de praktijkcijfers. Misschien wil ik ook nog wel iets met drinkwatercijfers. En dan kan ik die vergelijking maken. Dan moet ik dus theoretisch DWA berekenen. Dat kan ik nu doen met verschillende pakketten. En die doen dat op basis van rekenafspraken. Nou, door zo dat landschap in beeld te brengen, hopen we samenhang te zien en overzicht te creëren. Want je kunt je voorstellen dat theoretisch DWA straks nog voor heel veel meer activiteiten en producten nodig is. Zie de lijst van Wijnand. Basisidee. Nou, wat kunnen we daar dan mee? Nou, dat heb ik al een paar keer gezegd. Hè? Overzicht en inzicht in de samenhang. Het idee is ook om daarmee te kijken van oké, er is een nieuw initiatief. Er is een nieuw er is een project. Waar grijpt dat dan in heel die structuur van activiteiten en producten? Hier even als voorbeeld die data science methode, die misschien ook wel een DWA kan berekenen straks. Maar zo kun je ook nieuwe prognoseproducten opnemen of nieuwe databronnen opnemen. En dan zie je de samenhang met alle andere elementen. Dus daarmee kunnen we controleren of we in het programma waar we precies op focussen en of dat misschien of dat de goede dingen zijn. Hè? Of we daarmee of zijn we te breed of raken we doelen die we toch belangrijk vinden helemaal niet. Hè? Dus dat is het idee. En de gedachte zou ook zijn om inderdaad daarmee ook prioritering aan te gaan brengen. Een soort stip op de horizon misschien wel. Van oké, we vinden nu deze doelen of activiteiten vinden we belangrijk. Laten we voor die doelen het hele boompje aflopen en zorgen dat goed functioneert. En daar zit dan inderdaad, die discussie kwam straks ook al even voorbij, daar zit vanuit het RIGI-team denk ik ook wel de wens achter om dan een beperkte set van producten over te houden waarmee we die doelen ondersteunen. En dan hebben we het inderdaad over het maken van die gezamenlijke keuzes. Hè? Dus, en dit is misschien een inkoppertje, maar goed, zo zijn er vast meer keuzes te maken. Als we data over het transportstelsel nodig hebben, doen we dat altijd via DAMO. Hè? DAMO logisch of DAMO fysiek, dat maakt dan even niet zoveel uit. Maar daarmee bereik je wel een soort standaardisatie, waar we denk ik toch met z'n allen nou, wel van aanvoelen dat we daar baat bij hebben. Nou, uiteraard kan dat ook gebruikt worden voor het maken van individuele keuzes. Hè. De gedachte is dat je als waterschap ook die platen kunt gebruiken om te zien, hey, DWA berekenen kan ik blijkbaar op verschillende manieren doen. En misschien geeft dat aanleiding om daar eens ook eens naar te kijken. Nou, hier heb ik al het een en ander over gezegd, hè? Die stip op de horizon, welke doelstellingen, activiteiten eerst, welke producten en oplossingen zijn dan nodig. Misschien even inhakend op wat er net gezegd werd, van ja, wat is nou een prognose? Misschien kom je er wel achter dat voor bepaalde producten informatie nodig hebt wat geen prognose is. Nou ja, het lijkt mij verstandig om hem dan wel te benoemen, maar hem buiten scope van het programma te plaatsen. Of er iets anders voor te verzinnen als het echt een groot probleem is. Maar dan heb je in ieder geval de mogelijkheid om daar bewust in te kiezen. Laat ik het zo zeggen. Nou, wat je al hoorde is dat het ook wel degelijk de bedoeling is om uit die verschillende oplossingen en tools die er dan zouden zijn, om daar toch een soort keuze in te maken van ja, wat gaan we als onderdeel van het programma doorontwikkelen of beheren. Hè? Nou, daar willen we ook zeker aandacht voor hebben. Dus daar hoort een beoordeling bij van oké, past die tool bij uitgangspunten en principes zoals we die vanuit architectuur zouden nastreven. Maar uiteraard ook iets over, doet het wat het moet doen, wat kost het? En hoe ingewikkeld is het om bij een waterschap te implementeren? Even
heel snel samenvattend wat hier staat. Nou, en bij die principes en uitgangspunten moet je dus denken aan dit soort stellingen, om het zo maar te zeggen. Dus de gedachte is om die bodemplaat verder te gaan uitwerken. Ook even werk te maken van het concreet benoemen van oké, binnen het programma vinden wij dit soort principes en uitgangspunten belangrijk. En dan heb je eigenlijk twee instrumenten in handen. Om A, je hebt overzicht en B, met dat kader kun je ook keuzes gaan maken. En de gedachte is dat we die twee dingen, dus de bodemplaat en die principes en uitgangspunten, dat we die kunnen gebruiken om ook voor richting te geven aan het programma en dan concreet in het programmaplan 2022. He, want dat is natuurlijk de volgende mijlpaal, als ik het zo mag zeggen. Ja, en toen kon ik het natuurlijk niet laten om dan toch even dit soort plaatjes te laten zien van een zeer overzichtelijk en geordend vliegveld. Waar je vriendelijk wordt ontvangen en waar elk moment duidelijk is waar je bent en waar je naartoe moet. En dan kunnen wij rustig naar de horizon vliegen, zou ik zeggen. Dankjewel, Roel. Een mooi beeld. En misschien onderweg op dat overdreven vliegveld met talloze initiatieven naar een soort ideaalbeeld. Ook een beeld van schematisatie en architectuur van werk waar jullie als deelnemer hier misschien dagelijks mee bezig zijn, maar nog nooit zo hebben gezien. Dus die afstand kan best wel groot zijn. Alleen je ziet wel dat daarmee een samenhang en basis gemaakt kan worden die ons gezamenlijk verder kan brengen. Zijn er vragen, opmerkingen voor Roel op dit moment? En anders dank ik Roel in ieder geval voor deze introductie. Werk wat net gestart is en waar flink aan gepuzzeld wordt. Wat een onderdeel is van het programma. Ga je gang? Ja, ik wilde nog één aanvulling doen, maar ik zie dat er volgens mij geen vragen zijn. Nou, het is goed om nog even te vermelden dat dit inderdaad de afgelopen 2 maanden zo'n beetje met wat ad hoc werkgroepjes tot stand is gekomen. Hè, voornamelijk mensen uit het regieteam en het kernteam. Dus het is nog work in progress, wat jij ook in het begin aan mij vroeg, Maarten. Ja. Maar we willen wel degelijk hier nu een volwaardig onderdeel van het programma van maken. En mijn laatste sheet is dan ook, als je wil meedenken over die bodemplaat, graag. Helemaal goed. Dat is een mooie oproep. En daarmee, Roel, jullie hebben net al die infographic gezien met die mooie kleurtjes. Dat is eigenlijk nu waar de structuur aan hangt. Spoor 5 is ook waar Roel de coördinator van is. We horen zo Kees, die coördineert de inhoudelijke sporen 2, 3 en 4. En daarna horen we nog even Roos, die net is gestart bij spoor 1. Eigenlijk de events, netwerk, het kennis delen. Wordt het waterschapshuis aangestuurd door de stuurgroep in deze opdracht? Of hoe lopen de lijnen naar HWH? Volgens mij kunnen we dat... HWH die is onderdeel van het programma, net zoals STOA. En gezamenlijk in het regieteam, waar een aantal waterschappers vanuit de Community of Practice ook in zitten. Samen met Bert Balsma vanuit STOA en Anneke Spijker vanuit het waterschapshuis wordt dit aangestuurd. Mirjam, is die helder? Of had je daar nog meer vragen over? Nee, prima. Dank. Oké, helemaal goed. Ga ik snel het woord geven aan Kees, die ons nog even een aantal, Kees Broks, die ons nog een aantal andere facetten laat zien van waar het programma nu aan werkt. Met misschien wel een aantal oproepen voor jullie als deelnemers ook. Kees, ga je gang. Even de microfoon aan. En nog even de presentatie op fullscreen. Yes, helemaal goed. Ja, ik heb er wat sheets bij gemaakt. Ik pik er een paar actuele ontwikkelingen binnen het programma uit. Daar ben ik niet in volledig in. Maar ik wou een paar kort toelichten. En
die heb ik ook gedacht meteen even op de bodemplaat van Roel te plaatsen. Om ze een plekje te geven. Ja. Te beginnen met de BGT inlooptool. Daar wordt al een tijd aan de ontwikkeling gewerkt. Daar is nu een beta versie van. Die wordt nog verder verbeterd en getest. En daarna zal brede verspreiding plaatsvinden. En het idee is ook om daar een training voor te geven om in het gebruik van de tool. Verwachten dan dat dat eind van het jaar zal gebeuren. En dat die BGT inlooptool die begeeft zich dus hier zo bij het verzamelen van data en het bewerken en het berekenen van het regenwateraanbod. Daarnaast zijn de GWSW kentallen al ver in ontwikkeling. Dat staat nu aan de start van een aantal pilots in samenwerking met Rionet en ook Duop werkt daar aan mee. Dat is natuurlijk van belang om de relaties tussen de bemalingsgebieden en naar de binnen een zuiveringskring om die goed in beeld te krijgen. Daarnaast, dat sluit ook aan bij de definitie die Wijnand gaf over wat een prognose inhoudt. Daarom stond ook aangegeven dat het een bandbreedte is die daarbij wordt aangegeven. Het gaat over een verwachte toekomst onder meer. Daarvoor is in het project onzekerheid van prognoses. Wordt nu gewerkt aan de voorbereiding van een aantal pilots. Om bij prognoses die al zijn opgesteld, een aantal verschillende prognoses rond bijvoorbeeld een zuiveringskring of een aantal eindgemalen die te krap blijken te zijn, daar zijn prognoses al voor in beeld gebracht. En daarnaast gaan we over dat hele traject van die prognose, gaan we de bandbreedte proberen zo goed mogelijk in beeld te brengen. En dat niet alleen, maar vooral ook daarvan bekijken wat de meerwaarde van is om die bandbreedte in beeld te brengen. Dat zal onder andere gebeuren dus aan de hand van een aantal scenario's voor mogelijke toekomst. Daarnaast is het project discrepantie voor rioolvreemd water gestart. 28 mei was een eerste webinar daarover, was goed bezocht. En de eerste focus richt zich op het verbeteren van de rekentool. Er zijn een aantal tools en methoden beschikbaar en de ontwikkeling binnen Deep. En die worden gecombineerd in een nieuw jasje gestoken. En de ambitie is om dat gereed te hebben in ieder geval voor de nieuwe benchmark zuiveren. En tot slot ligt er een voorstel voor een nieuw project. Daar is een projectplan voor opgesteld. Het gebruik van metingen voor prognoses. Ook al eerder besproken. En dat is dus ook van belang voor om die mee te nemen in prognoses. En dat voorstel ligt voor aan het regieteam. En op het moment dat daar groen licht voor is, dan kan dat van start gaan. Daar moet nog een projectgroep voor worden gevormd. Een aantal is al toegevoegd, of tenminste wil al deelnemen aan die projectgroep, maar er is nog mogelijkheid om daar aan deel te nemen. En je interesse kan je daarvoor doorgeven aan Wim de Bleekoer. En daarbij wou ik het laten. Super, dankjewel. Een mooie update en al direct toegepast op op het nieuwe fundament. Ik wilde direct door dan, of er moeten nog de vragen zijn. Die vragen kunnen nog steeds natuurlijk, stel ze tussendoor of op de chat. Nieuw gezicht in onze community of practice is Roos, Roos de Jager. Zij is, we hebben gezocht van wie kan ons nou helpen met communicatie, met de promotie, het duiden, maar ook het organiseren van feesten en partijen. Webinars zoals deze, maar liever nog de fysieke ontmoeting. Welkom Roos. Jij kan ons direct verblijden met de plannen voor na de zomer volgens mij. Ja, ik weet niet of iedereen zijn agenda al bij de hand heeft. Aangenaam, ik ben Roos de Jager. Ik ben jullie community manager vorige maand begonnen. En ik ben momenteel bezig met de productie eigenlijk van hopelijk de eerste offline bijeenkomst die op 23 september gaat plaatsvinden. Ik moet wel zeggen dat ik in aanloop er naartoe corona behoorlijk goed in de gaten hou. Dus het voor nu wel ook ga organiseren als deels een hybride bijeenkomst. Voor mochten we niet allemaal bij elkaar kunnen of willen komen,
Maar de hoop is om op 23 september dus voor het eerst echt weer met z'n allen bij elkaar te komen. We gaan daar de hele dag voor uittrekken en er wordt heel veel ruimte ook ingericht om te netwerken. Dus blok hem in de agenda's, donderdag 23 september. Waarschijnlijk wordt het in Utrecht. In Utrecht. En dan gaan we elkaar weer zien. Een kroket eten, zoiets. Vooral ook de hele revue van projecten even langs. Hè? Dan kunnen we ook kijken van waar staan we nou, waar gaat het nou precies over. Even bij de koffie bijpraten van ik snapte dat nog niet of hoe doen jullie dat daar. Ik zag net in Groningen en Drenthe hebben ze al een hele interessante combinatie tussen het afvalwatergedeelte en het gemeentelijk gedeelte. Dat kan allemaal daar gaan plaatsvinden. Wat viel je vandaag het meest op, Roos? Jij bent fris in dit veld en ook geen vakspecialist. Wat viel je op? Dat er enorm gezocht wordt naar een gemeenschappelijke taal. En dat er heel erg veel enthousiasme overal is. En dat er een heleboel mensen vanuit hun eigen waterschap en organisatie met van alles bezig zijn. Maar dat het nog niet altijd uniform genoeg misschien is. Ja. Ja. Helemaal goed. Nou, fijn dat je ons komt versterken. Ik wilde, voordat ik naar Anneke en Bert ga, nog eventjes aan Kees vragen om de laatste Mentimeter-vraag voor te stellen. We hebben hem aan het begin een vraag gesteld. Aan het eind is onze vraag aan jullie van hoe kan nou het programma Prognoses in de afvalwaterketen jou helpen? In je dagelijks werk, in je ontwikkeling of in je organisatie? Kees, kun jij die voortoveren? Dus ga weer naar menti.com met dezelfde code als zojuist. Daar komt hij. Dus ga naar menti.com 7315-9306. Maar als het goed is, zit je er nog in van de vorige keer. En dit is eigenlijk een open vraag aan jullie van hoe kan het programma jullie nu helpen? Jullie hebben twee of drie of vier inkijkjes gekregen nu in delen van het programma. En misschien zeg je nou eigenlijk zit ik op hier iets heel anders te wachten. Of nee, ga hier vooral mee door. Want dit is precies wat mij gaat helpen. Dat horen we graag. Dus vul dat hier in. Neem daar ook rustig je tijd voor. Je hoeft dat niet binnen één minuut in te kloppen. In de tussentijd. En hier komen we zo nog even op terug. Dus blijf deze vraag vooral invullen. In de tussentijd ga ik naar Anneke, Anneke Spijker, programmamanager waterketen bij het Waterschapshuis en Bert Palsma, onderzoekscoördinator bij de STOA Waterketen. Beide onderdeel van het regieteam, die eigenlijk ook die sturing geven aan de hele portfolio. Wat is jullie opgevallen? We hebben vandaag op de max hebben we 74 deelnemers gehad, een brede vertegenwoordiging. Maar ook zoekend. Resultaten zijn er. Anneke, jouw reflectie of welke potentie zie jij? Nou, ik was wel een beetje opgelucht, want voor ons is het best een zoektocht. Hoe kunnen wij het beste ondersteunen? En dat is alleen, denk ik, vaak als er een hele concrete vraag ligt. Want wij doen niks uit onszelf, dus ik vond de vraag terecht van hoe zit HWH hierin? Wij willen weten wat waterschappen nodig hebben om deze taak goed uit te voeren. En dan zijn wij stinkende goed in te zorgen dat dat in een algemeen ICT-landschap past en dat beheren. En dat heb ik vandaag geleerd. Het is allemaal nog niet in beton gegoten. Dus dat is goed nieuws. Dus we kunnen samen optrekken. En ik ben nog niet helemaal zeker van hoe wij die ondersteuning het beste kunnen leveren. Ja, dus dat is ook misschien deels afhankelijk van welke behoefte er is. Ja. Dat kan in wisselwerking. Ja. En misschien heb je dus, of misschien, daarmee heb je dus ook de waterschappers heel hard nodig om die wisselwerking tot stand te brengen. Ja hoor, ja. Begrijp ik. Ja. Ja, wij zijn geen doel op zich. Nee, maar wel gesteund in dit programma, dat is misschien wel uniek en nog niet genoemd vandaag, is alle 21 waterschappen steunen dit programma actief. Hè? Want die zijn allemaal hierop gecommitteerd om dit ook voor elkaar te brengen. En daarmee dus ook naar die gezamenlijkheid te streven. Bert, wat viel jou op? De grote diversiteit. En ik ben een van de goede of kwade genie van dit programma. Maar af en toe denk ik van mijn hemel.
wat heb ik over mezelf afgeroepen of over jullie afgeroepen. Ik denk dat het goed is om een soort splitsing te maken met een aantal concrete zaken die we hartstikke goed doen en hartstikke goed gedaan hebben. En die koppeling met CBS, waar Mark Lamers een grote rol in gespeeld heeft, die BGT-inlooptool. Dat zijn gewoon concrete producten, klaar, tjak, hop. En dat kan nog verder, maar is nu bruikbaar. En dat is een resultaat. En dat is goed om dat scherp neer te zetten. Tegelijkertijd de grote lijn, het vliegveld van Roel. Ik vind het een fantastisch plaatje. Ik wil hem een paar keer van je lenen. Dat eerste vliegveld, dat beeld van het eerste vliegveld, het laatste vliegveld. Dat is heel bruikbaar. Want iedereen heeft... al die verschillende doelen passen mooi van de luchtballon tot de vliegende schotel en het vliegtuig. Iedereen heeft het idee dat zijn eigen transportmiddel het ultieme verhaal is. En waarom vliegen we niet allemaal met een schotel? Nou, ik ga liever met een ballon of verzin het maar. Dus dat is een goed beeld om die grote lijn te pakken. Basis, data. Dat zal een gevecht blijven om de structuur aan te brengen en ook om mensen ervan te overtuigen om structuren te gebruiken en een gemeenschappelijke taal te vinden. Wordt nooit vanzelfsprekend, maar dat is wel een belangrijke randvoorwaarde om stappen verder te komen. Die taal, die gemeenschappelijke taal, laten we nadenken inderdaad in regieteam en jullie allemaal. Is prognoses handig? Kunnen we het niet beter over inzicht en analyse hebben? En daar is prognose wel een onderdeel van, of een uitkomst van. Maar het is breder dan alleen maar prognoses. Misschien zet dat mensen op het verkeerde been. Als laatste een oproep. Ook dan weet ik weer niet precies wat ik op mijn hals haal, maar dat zien we dan vanzelf wel. We doen dit om die doelen te bedienen. En als er bij jullie in het waterschap over nieuwe capaciteit van transportsystemen nagedacht wordt. Over een waterfabriek. Over nazuivering voor microverontreinigingen. En verzin nog maar meer doelen. Zijn deze gegevens van essentieel belang? Morgen al, of vandaag, of gisteren. Als jullie cases hebben waarbij die data bruikbaar zijn en verdorie, ik wil die rol scherper neerzetten, stuur mij of Kees of Maarten een mailtje. Want dat is goed voor ons om ons werk scherper te krijgen. En het is goed om het vliegwiel in beweging te krijgen en in beweging te houden. Van ja, die doelen zijn anders veel te lange termijn. Er wordt morgen over een energie- en grondstoffenfabriek nagedacht. Dus morgen moeten wij zorgen dat we zo goed mogelijke data aanleveren. Overmorgen kunnen we betere data aanleveren. Maar morgen moeten we dat gesprek met die collega's al aankunnen. Dus... Dank. Dank voor deze oproep. Heel goed. Voordat we weten, dan praat hij nog tot 4 uur door. Maar die tijd hebben we niet. Ik wil jullie bedanken. Ook Anneke, Bert. Want dit is de eerste programmatische samenwerking die eigenlijk volop aan de slag is. Die allerlei nieuwe inzichten oplevert. Dus dat is hartstikke goed. We hebben mooie resultaten gezien. Kees, als jij de Mentimeter nog even voor wilt toveren, hoe het programma prognoses kan helpen, hier zien jullie ze voorbij scrollen. Dit was het webinar met ontwikkelingen over het programma afvalwaterprognoses op 6 juli 2021. Jullie zijn uitgenodigd voor het vervolg, een hopelijk fysieke bijeenkomst op 23 september. De hele dag, waarschijnlijk in Utrecht, daar horen jullie meer over. Informatie wordt gedeeld via de website. Jullie krijgen nog een bericht als je hebt aangemeld. Dus daar is dit programma terug te zien. Dank voor jullie grote deelname vandaag en wordt vervolgd. En meld je aan als je actief wil worden. Prognoses@stoa.nl is tegenwoordig het mailadres. Kun je eenvoudig je interesse laten blijken. Dank voor nu. Dit was het.